McDonald. Thank you. Welcome back to the action here in our final quarterfinal in the PartyPoker.net European Darts Championship, coming to you live from Mülheim, Germany. Well, now, ladies and gentlemen, it's time to meet the boys from Stoke-on-Trent. First, would you please welcome It's Hammer Time, Andy Hamilton. En dan de laatste kwartfinale op de European Championship. Drie halve finalisten zijn bekend. Ronnie Huibrecht, Simon Whitlock en Michael van Gerwen. En de laatste komt in ieder geval uit Stoke-on-Trent. Andy Hamilton of Adrian Lewis. Hamilton heeft het gooien op de bol gewonnen. En is dus begonnen aan deze laatste kwartfinale. 100. Lewis heeft Mensur Suljovic en Kevin Painter al aan de kant gezet. Tegen Painter in de tweede ronde stond hij met 5-4 voor en won nog eens 5 legs op rij om op 10-4 uit te komen. Hamilton begon met Terry Jenkins. Dat was wel spannend hoor, 6-5 in de eerste ronde. En Paul Nicholson was ook spannend. Stond 7-4 achter Randy Hamilton, maar won toch nog met 10-8 van de asset. En dat is knap, dat is weer typisch de knokker Hamilton. Nou, voor een van beiden komt er nu toch een eind aan deze European Championship. Dan zal dat nog wel even duren. 140. 91. Lewis als eerste op een finish, al is het de hoogst mogelijke. Hamilton heeft de taak om het zo goed mogelijk weg te zetten. Dan is het met een 1 beginnen niet zo prettig. Triple 19 vergoedt dan weer een hoop.
En nog eentje erbij. Het kan wel 170, het kan wel hoor. Maar het gebeurt alleen net niet. Het zou een heel fijn begin geweest zijn voor Adrian Lewis. En Hamilton heeft nog 69 weg te werken. En die heeft nu tops over. En die gooit hij niet. Dus kan het alsnog een mooi begin worden van deze wedstrijd voor Lewis. En dat wordt het ook. 1-0. En Lewis haalt direct het voordeel naar zich toe. Onderlinge balans. 140. Voor wat betreft de wedstrijden gespeeld op het podium. Dat zijn er 9 geweest tot nu toe. Daarvan 3 gewonnen door Andy Hamilton. 5 door Lewis. Eentje gelijk. 83. En de belangrijkste wedstrijd tussen deze twee was natuurlijk de WK-finale van 2012. Gewonnen door Lewis met 7-3. Daarna dat jaar kwamen ze elkaar nog 2 keer in de Premier League tegen. Het werd 1 keer gelijk, 1 keer een overwinning voor Hamilton. En in 2013 was het 2 keer in de Premier League. En die beide keren won Lewis. Maar ja, dit is natuurlijk weer een geheel nieuwe wedstrijd. Ja, ook toch wel met een geheel vernieuwde Adrian Lewis. Die echte gisteren tegen Painter gewoon weer de oude was, toch? Ja, absoluut. Het is wel lekker hoor dat Lewis het ritme weer te pakken heeft. En ik weet, je mag niet te snel conclusies trekken. Maar vanaf het moment dat Lewis gebroken heeft met zijn manager, wat meer rust heeft ingebouwd in zijn schema, gaat het gewoon echt beter met hem. Aan de andere kant is ook de manager die hem de 2 wereldtitels bezorgde. Je bent er ook zelf bij als starter natuurlijk, met wat je allemaal doet. Lewis naar 2-0. Van de 4 halve finalisten zijn inmiddels bekend. 57. Verrassend, Ronnie Huijbrechts. Min of meer verwacht, Simon Whitlock. Al ging het een stuk moeilijker dan gedacht. En zeker verwacht, Michael van Gerwen, gezien zijn status. 96. En wie komt daarbij? Nummer 3 van de wereld of nummer 6 van de wereld? 83. En wie gaat er een titel toevoegen aan zijn palmares? Wordt dit dan het eerste toernooi waar Hamilton eindelijk een keer die grote titel pakt? Gaat Huijbrecht helemaal verrassen en wint die toernooi? Ja, het lijkt van niet, want als je van Taylor wint, dan win je nooit het toernooi. Jawel, maar dat moet toch een keer gaan gebeuren. Ooit. Of niet, hè? Of het gebeurt gewoon niet voordat Taylor stopt. Het is ook wel iets mythisch. Het is wel gebeurd in het verleden natuurlijk, maar het is heel lang geleden. Van Barneveld heeft het natuurlijk 2 keer gedaan toen hij de UK Open won. Die won in de kwartfinale 2 keer van Taylor. Maar het gebeurt heel zelden. En waarom zeggen we dan dat het nog nooit gebeurd is? Ja, vanaf dat moment is het nooit meer gebeurd. Oh. Dus de mythe houdt heel lang stand. And the Europa 115. 79. Deze keer mag Hamilton ervoor terugkomen.
140. Ja, top's over voor Lewis. Dus om niet verder in de ellende te komen, moet Hamilton nu uit. En dat kan alleen nog via dubbel 9. En dat gaat niet via dubbel 9. En het is 3-0 voor Lewis. Die meteen al twee breaks voor staat. Ja goed, we weten dat Hamilton kan terugknokken. 59. En dat zal hij nu ook weer moeten laten zien. Ja, het is bijna zijn lijfspreuk. Hij zou het zo achter zijn shirt kunnen laten drukken. I'll be back. 96. Come on, AD. Die gaat eruit vallen. En dan is dit de maximale oogst. Ja, die stand daar is nog niet bijgewerkt. 96 over nu voor Lewis. 154 voor Hamilton in ieder geval, dat klopt wel. Dus naar beneden, naar de triple 19. Voor Lewis dus, om 4-0 voor te komen en de tweede break ook te verzilveren. Triple 20 en dubbel 8, of dubbel 18 en tops, mag allebei. Jongen, jongen. Dit ziet er dan weer soepel uit, hè? Nou, dan zal Hamilton in ieder geval voor de onderbreking toch zijn eerste lekje moeten pakken. 99. Om niet helemaal moedeloos te worden. 81. Die Hamilton met zijn tweede keer 180. Tiende in het toernooi. Lewis staat nog op 1, maar staat wel 4-0 voor. Daar gaat het om. 1 in de wedstrijd natuurlijk, voor alle duidelijkheid. Dubbel 10 voor Hamilton en die ene leg. 108. Of niet? Adrian, you require 140. Lewis voor 140. Nee, dat gaat wel heel snel op. 44. And you require 20.
Zo. Pak aan. Andy Hamilton op het scorebord. Staat 4-1 achter. Score van 81. Tegen Paul Nicholson kwam Andy Hamilton 3 legs achter. 7-4. Staat nu ook 3 legs achter. Maar heeft zelfs 4 legs achter gestaan. 57. Het gemiddelde van Hamilton is helemaal niet zoveel lager dan dat van Lewis. Maar het verschil is dat Lewis 4 uit 6 op de dubbels is. En Hamilton 1 uit 7. 42. Eddie wordt voor Adrian. Spreekt zichzelf weer even bestraffend toe. 123. Ja, voorlopig heeft hij de partij wel stevig in handen. 137. Want Hamilton ook niet echt een vuist kan maken. Dubbel 10 voor tops, nu een enkele 20 en dubbel 20. Ja, en zolang Lewis niet mist, krijgt Hamilton ook niet de kans om dichterbij te komen. Zo is Lewis halverwege al. 100, thank you. Even doorpakt nu. 49. Maar dat doet hij niet. 96. Ja, met 163 kan Hamilton niks.
kan het alleen maar zo goed mogelijk wegzetten. En hopen dat Lewis hem een 135 uitgooit bespaart. 97, Adrian Europar 135. Maar die bespaart hij hem niet. Het was even moeilijk te zien of die pijl in de enkele boel zat. Ik twijfel in ieder geval, maar daar zat hij in. 6-1 voor Lewis. 180 eroverheen, de tweede. Voor de tweevoudig wereldkampioen. Eén keer wereldkampioen geworden ten koste van deze man. 140. 123. Dat is knap. Ja, dat zie je ook niet vaak als het gebeurt. Is erachterin. Lewis na 9 darts op 113. Ja, ze gaan er allemaal nog maar een keertje bij staan en gelijk hebben ze, want ze zijn wel verwend hoor, de dames en heren die een kaartje voor deze middagsessie hebben gekocht van kwartfinales. Wat een prachtige middag hebben die gezien, hè. Lewis naar tops. Die gooit deze 113 niet uit. Maar het lijkt er, ik durf niks meer te zeggen Frank, maar het lijkt er toch op dat deze wedstrijd qua spanning in ieder geval de minste gaat worden van de vier. 40. 20. 7-1. Ja, dat is niet spannend. 7-1 is niet spannend. Even 10 op zijn dubbels, Lewis. Derde 180 voor Randy Hamilton. Nee, meer dan Adrian Lewis zelfs. Ja, dat is dan ook wel de enige statistiek waarmee hij op voorsprong ligt. Ja, 1 uit 7 op de dubbels. Goed, er zitten heel veel missers in één leg, in die derde leg van deze partij. Dus ook daar wordt niet echt het verschil gemaakt, al lijkt dat misschien zo. Lewis is gewoon iedere leg net even eerder op zijn dubbel en mist geen dubbel. Het is het verschil van één triple per leg misschien. Maar dat kan je ook doen voelen aan dat bord alsof je compleet kansloos bent. Nou geeft hij nooit op Hamilton. Maar dan ook nooit. Zijn vierde dus. En de teller blijft lopen. 91 en Europar 81. Qua gemiddelde zitten ze heel dicht bij elkaar. Hamilton iets onder Lewis. Maar het zegt dus echt helemaal niks. Want er staat wel 7-1 achter. 63. Had hier 7-2 kunnen worden. In plaats daarvan. Geen 8-1. Het scheelt het, hè? Toch maar 7-2 dan. Als dan Hamilton ligt. Dubbel 4. 7-2. In ieder geval iets. Sounds like he's saving the drill for us. Game on.
60. Het was Whitlock die 6 legs achterstond tegen Jamie Caven. Dat stond Hamilton ook zojuist, 7-1. Probeer maar even een vergelijking te trekken. Daarom durf ik niks meer te zeggen. Ik was altijd de grote pleitbezorger van als het verschil 5 of 6 legs is in een wedstrijd, dan kappen we die wedstrijd gewoon af. Nee, die heb ik ook om oren gekregen al hoor, vanmiddag. En dat mag. Als de halve finalisten bekend zijn, dan gaan we pauze nemen hier in Duitsland. En dan spelen we de halve finales vanavond om 9 uur. Niet om 8 uur zoals te doen gebruikelijk, maar om 9 uur. Uurtje later. En dan vanaf 9 uur kunt u dus met de stream ook weer meekijken. Absoluut. Dat doen we alles live. En vanaf 10 uur zijn we op tv ook bij. En van 8 uur tot 8:30 kunt u ook nog een korte samenvatting zien op tv van de kwartfinale van vanmiddag. Ja, we hebben 10 legs gespeeld, dus we gaan er nog heel eventjes tussenuit. Het staat 8-2 voor Adrian Lewis. Bij een 8-2 voorsprong van Adrian Lewis, Frank, is de wedstrijd natuurlijk gewoon gespeeld. Dat is eigenlijk altijd zo. Ja. 123. Dan speelt Lewis hier toch een solide pot, dat sowieso. Dik 100 gemiddeld. Speelt met overtuiging. Dat kon wel eens een spectaculaire halve finale worden vanavond tussen Van Gerwen en Lewis. Twee mannen die van een beetje snelheid houden. En als het loopt, ja, dan kan het wel mooi worden hoor. Ja, maar jij zet nu alweer iemand in de halve finale. Ja, iemand moet dat doen. Ja. Was dat nou de meest spectaculaire comeback na die andere partij? Dat was tussen Whitlock en Hamilton, hè? Hamilton en Whitlock, ja. Ik vond dat was ook wel een... Omdat het ook nog eens een keer op de World Matchplay dat is. Dat was van Whitlock van 15-8 voor. Naar een 17-15 nederlaag. Ja, dus daar won Hamilton 9 legs op rij. Ja, dan was die nog wel iets spectaculairder. Maar... Ja, deze is ook wel mooi natuurlijk. Het grote verschil was in deze wedstrijd, leek Caven er echt mee weg te lopen, omdat Caven zo goed speelde. En Whitlock eigenlijk die wedstrijd opgegeven had. In die wedstrijd tussen Whitlock en Hamilton zat Hamilton er eigenlijk de hele wedstrijd wel dichtbij. Alleen was het Whitlock die hem net één pijltje te snel af was. En Whitlock miste een aantal keren matchdarts in die partij. Dat Cave maar één keer natuurlijk deze keer. 100. Nou, we gaan eens kijken. Nou, kijk, Lewis kan nu op diezelfde stand komen hè, als bij Cave tegen Whitlock. 9-3. Ja, en bijna altijd wordt het dan ook gewoon 10-3 of 10-4, hè Frank? Bijna altijd. Ronald
77. Nou, 9-3. Dat gaat het wel worden. De 480 voor Lewis. Net niet de vijfde voor Hamilton. Adrian, you require 24. Lewis in 13 darts. Naar 9-3. 9-3. Game on. Dan gaat het nu beginnen, dames en heren. Nee, dat kan gewoon niet elke keer gebeuren. Als Hamilton met 59 begint, dan ben je steeds minder geneigd om te geloven dat het gebeurt. Zeker als Lewis daar nog eens 180 overheen peert. Grote klasse hoor, wat Adrian Lewis staat te doen. Veel te sterk voor Andy Hamilton. Ja, en als hij zo speelt, dan hoort hij gewoon bij de beste spelers van de wereld. En dan weten we ook weer waarom hij nummer 3 van de wereld staat op dit moment. Hij heeft aardig wat te verdedigen aan het komende jaar. En dat verdedigen, dat begon op dit EK. Want 2 jaar geleden haalde hij de finale. En dat is dus een finale plek die je verdedigt 2 jaar later. En tot nu toe doet hij dat met verve. Hij zou wel uit kunnen. 134. Hij zou wel door kunnen naar de finale. 167. Als hij 167 uitgooit. Begin is goed. Volg ook. Bullseye. Die zit er een stukje vandaan. En die require 116. Een matchstart gehad. Oei. Hamilton. Met de rug tegen de muur. Nee. De confrontatie. Stoke on Trent lijkt naar Lewis te gaan. Oh, ik dacht naar Stoke on Trent. Sowieso dus. Ja, Adrian Lewis wint met 10-3 van Andy Hamilton en meldt zich in de halve finale die gaat spelen tegen Michael van Herwen.